JP, ken je dat, dat je managers of mensen van de vloer aan het trainen bent... en dat ze aan je vragen... Shane, krijgen onze managers hierboven deze training ook? Zo vaak, ja, zo vaak. Dat ze echt denken, en dat, dat, dat hoor je in hun stem... dat ze echt denken, dat wat je mij nu leert, dat krijg ik van mijn manager niet. Kun je niet even regelen dat ze mij dit ook geven? Want het is best een goed idee. Juist. En dat alles heeft dus te maken met de Iceberg of Ignorance. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie: No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Heerlijk dat je er weer bij bent. Een gloednieuwe aflevering van de podcast: No More Boring Learning. Ah, Jan-Peter, wat fijn dat jij er weer bent. Hé, hey, jij ook hier. He, wat gezellig. Luisteraars, wij gaan het hebben over een probleem dat in vrijwel elke organisatie uh, aanwezig is. We gaan je vertellen wat is dat probleem? We gaan het onderzoek met je delen. We gaan natuurlijk ook vertellen waarom is het voor een LD'er super relevant om dit te weten. En we komen met zeven tips hoe ja. je vanuit organisatie, dan wel LND-perspectief, dit probleem kunt tackelen. Ja, want het zit in geen één organisatie niet. En het is dus de iceberg of ignorance. JP, wat is het? En daarna ook natuurlijk welke. Science, welke research heb je erover gevonden? Juist, de Iceberg of Ignorance er gaat ervan uit, als je het heel simpel uitlegt, aan de top hebben ze geen idee met welke problemen ze op de werkvloer te maken hebben. Met geen idee is vrijwel geen idee. Ja, dus ze zitten helemaal hoog boven het water op die ijsberg. Juist. Zo moet je het een beetje voorstellen. Ze kijken en ze denken, nou, wat een lekker kabbelend wateroppervlak. En ze hebben geen idee waar alle mensen in hun organisatie allemaal mee te maken ja. hebben, de problemen, de issues. De operationele shizzle. shizzle Juist. Ja, ja. dus um, dit fenomeen is uh, onderzocht en daarmee bekend geworden uh, in 1989 alweer. Ja. Dus zo lang lopen we al met deze problemen uh, rond in organisaties. Het is ontdekt door een uh, uh, consultant en onderzoeker Sidney Yoshida. Die werkte bij een autofabrikant. Daar was hij dus de consultant en hij was ook een onderzoeker. En daar had hij op een gegeven moment dat hij dacht: Wat is hier toch voor vriends aan de hand? Dat ja. als ik met de mensen op de werkvloer praat, dat daar een heleboel informatie zit over: Dit zou beter kunnen, hier gaat het niet goed, hier krijgen we van klanten wel eens klachten over, hier gaat het in het productieproces niet goed. Ja. En als ik daar vervolgens mee kom in het MT of in het directieteam, dat ze echt zeggen. Nou, ja. nog nooit van gehoord. Ja, Wisten wat, we niks van... Wat is dit voor raars? Dat ja. loopt toch lekker? Ja, ja uh. hij, hij moet zich echt hebben afgevraagd... Um, hoe kan het dat ik hier als duurbetaalde consultant... deze vertaalslag voor jullie aan het maken ben... terwijl jullie hier gewoon werken ja. met je collega's. Ja. Jullie nemen deze mensen ja. dag dagelijks je komt hier dag. aan. Je elke ja. dag. Je eet in dezelfde kantine. Wat de hel? Waarom, weet, waarom weet ik dit? En, en, en reageren jullie verbaasd als ik dit jullie vertel? Dit, dit is niets. High science. Dit, dit kan echt, ja, een, 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 een postbode die hier een dag naast die mensen zet... en die gewoon goed luistert en die dat doorvertelt, kan dit ook. Ja. Uh, ja. Hier moet je geen consultant voor hebben. Waarom luisteren jullie eigenlijk ja. niet? En toch is dat wel echt een hardnekkig probleem. Ja. Nou, hij heeft dat helemaal in kaart gebracht ja. en daar kwam hij bij een aantal uh, percentages uit. Ja. En dan beginnen we eigenlijk even onderaan. dus helemaal in het diepte oppervlakte van de ijsberg. Dan dus zegt hij, alle operationele problemen die er zijn, als we daar gewoon 100% van maken. Ja, ja die 100% is dus bekend bij de, de frontline medewerkers. Ja. De eerste lijn medewerkers, de operationele medewerkers. Ja, die weten wat de klant zegt, die weten dat dat piefje altijd als eerste stuk gaat, die weten uh, waar, de, waar de problemen zijn, die weten dat als je op vrijdag iets verstuurt, dat het dan nooit aankomt, want een kantoor is dan dicht. Die ja. weten al die, die, die shizzle en, en die wordt vaak niet vastgelegd. Die zetten ze niet in een boek, maar daar leren ze een soort mee omgaan. Ja. En ze weten ook dat die waarschijnlijk wel eens naar boven toe geschreeuwd is... maar dat daar dan niks mee gebeurde. Dus dit is voor een soort ja, feiten, zo werkt het. Ja, dat ja. klopt. Ja. En omdat dat vaak inderdaad niet vastgelegd wordt, zien we... want we gaan omhoog in de, ja. de ijsberg... dat het percentage dus schrikbarend daalt. Want ja. als je dan kijkt naar de leidinggevende laag daarboven... Uh, teamleiders, supervisors, uh, meewerk, ...meewerkende de, voor, ja. voor mensen. Ja. Um, daarvan uh, zei hij, ja, daar is dan nog 74% van al die problemen, is bij hun bekend. Okay. Dus daar is op best al wel wat. Weggevallen. 26% is, is gone. Ja. Dat piefje weten ze niet. En dat probleem van het versturen in het weekend, daar hebben ze ook geen idee van. Juist. Ja. Nou, nu hou je vast, van nu gaan we naar het middelmanagement, ja. of senior management. Daar is dan nog maar 9%. Van alle problemen is daar nog maar bekend. En nu we toch in die shock zitten, als je dan helemaal aan de top van de organisatie zit, daar is nog maar 4% van al die operationele schissel, daar weten ze ervan. En dus 96% van al dat operationele, uh, al die problemen, hebben ze dus geen idee van dat dat speelt in hun organisatie. Wauw. En um, dat betekent, als je naar die percentages luistert, dat vind ik wel even interessant, 74% weten de supervisors van de 100% die ze op de vloer weten. Dus tussen die supervisors en dat middel slash senior management, daar zit de grootste afglijder. Ja. Daar is het echt van, nou ja, dit hoort bij ons. Zij zullen het wel niet willen weten of we hebben het honderd keer geprobeerd, we doen het niet meer. Want van 74 naar 9 is wel... Is enorm. Ja. Echt. Ja, en ik denk dat... dat Waarom exact daar het grote gat zit, vertelt het onderzoek nee, niet. Nee. Maar we hebben natuurlijk onze eigen ervaring. En ik denk dat dat mede komt omdat de, de laag van supervisors is echt nog een hele operationele laag. Ja. Je loopt op de werkvloer, je zit tussen de mensen. En de middelmanagerlaag is ja. vaak echt een ja, kantoorfunctie, om het ja. even zo te ja. zeggen. Ja. Ja. En zit je dus veel meer even heel cru of heel, heel korter de bocht uitgedrukt achter de spreadsheets. Ja. Uh, naar de data te kijken. En die kloof is dus best wel groot. Ja, heftig, heftig. En voor iedereen die denkt, deze percentages duizelen me een beetje... kijk even op brainbakery.com bij de Brainsnack. Daar hebben we de ijsberg uitgebeeld met de percentages... en ook de linkjes naar deze meneer ja. en dit onderzoek. Um, ja. en ik wou ook nog wel eventjes... want we gaan natuurlijk zo duiken in... Ja, wat betekent dit dan voor organisaties in, in, in problemen? Ik wil ook nog wel eventjes een link maken aan een podcast die we eerder hebben opgenomen. Yeah. Podcast nummer 166 over wat gebeurt er nou in ons brein als we macht hebben? De wetenschap achter, uh, achter macht, het onderzoek van Britt Andreata. En daar zit natuurlijk ook wel een, een oorzaak erin. Doordat als ik uh, een lange tijd een machtspositie heb in de organisatie... Uh, daarin hebben we verteld, dan ontstaat er een soort blindheid voor... Wat gebeurt er bij andere mensen? Uh, je gaat je eigen gevoelens projecteren. Dus daar zit ook een oorzaak in. Er zitten ook organisatorische oorzaken in. Maar dus ook hier zit een oorzaak in. Dus als je daar nog meer van wilt weten, luister vooral podcast 166 ook nog. Ja, pak die aflevering er even bij. Um, voordat we in die, wat waardoor, wat gebeurt hier nou allemaal uh, komt, moeten we ook even deze research een klein beetje afkraken. Want er ja. is ook kritiek op. Ja, er is uh, ook kritiek op. Het is namelijk, um, dus dit is... Eén keer onderzocht. Ja. Um, het onderzoek is niet herhaald. En, um, dus we uh, weten niet of het repliceerbaar is voor precies. de wetenschappers onder ons. Nee, ja. nee. En wat je dus ziet, is dat deze percentages dus overal uh, rondzwerven. Ja. Um, um, maar dit was de context waar deze meneer Yoshida toen in werkte. Dus het zou prima kunnen dat de percentages in je eigen organisatie net iets anders zijn. Ja. Alleen, en dan ga ik even. Misschien iets minder wetenschappelijk en iets meer gewoon op ervaring praten. Nou, je vroeg mij net hoe vaak gebeurt dat nou in trainingen: dat mensen zeggen, kan mijn manager dit ook krijgen? Ja. Wij adviseren superveel organisaties op het gebied van leren en ontwikkelen. En daarmee gaat het ook altijd over problemen oplossen en uh, interne communicatie. En je ziet het overal om je heen: ja. dat de mensen. Aan de top van de organisatie. Maar heel weinig weten van wat gebeurt er echt ja. op de werkvloer. Ja, dus deze percentages mag je met een flinke snuif ja. zout uh, nemen. Uh, maar wat wel leuk was, dat vond ik uh, leuk om te zien. Dat als je erop gaat googlen, dan kom je eigenlijk alleen maar bij deze meneer en dit onderzoek uit. Dus, dus er is ook iets gebeurd van. iemand heeft hem gezien en gesnapt en, en iedereen refereert aan hetzelfde, maar ja. het is niet gerepliceerde data, nee. dus, dus voorzichtig ermee. Een beetje het illusory truth effect, uh, waar we ook een podcast over hebben gemaakt van ja, het, het staat ergens op papier, maar iedereen doet een soort cirkel uh, referentie naar hem Juist. en dan kom je telkens weer bij dezelfde bron uit. Ja, ja. Maar het, het fenomeen ja. herkent iedereen ja. volgens mij. Absoluut. Ja. Absoluut. En daar is ook wel meer research naar gedaan, maar niet met deze nee. term die. ...iceberg of ignorance. Nee. Laten we kijken naar de problemen. Ja. Want, want Wa waarom, waarom, waarom is het eigenlijk erg? <laughs> Precies. Ja. Ja, dat heel goed. Ja. Is dit een probleem? Ja. En zo, ja. Waarom is dit een probleem? Nou ja, um, het is een probleem. Want als... Dan redeneer ik hem even van boven naar beneden. Ja. Als jij als MT of directie niet weet... ...welke problemen er in de operatie spelen... ...en jij komt met een nieuwe strategie... ...of een nieuw verbeterplan of een initiatief... ...dan of... Het is bijvoorbeeld slecht uitvoerbaar. Ja. Of het is een totale mismatch met wat er nodig is om het beter te doen. Of omdat mensen het gevoel hebben, jullie aan de top snappen niet wat er hier gebeurt. Ja. Zou het wel een goed plan kunnen zijn. Maar ontstaat er zo'n kloof tussen boven en onderkant van de organisatie dat de mensen in de operatie het plan misschien wel niet of niet goed gaan uitvoeren. Ja. Dus volgens mij is het allergrootste probleem als je helemaal uitzoomt, dat de oorzaak kan zijn, ja, je organisatie gaat uiteindelijk op de lange termijn gewoon naar de... Galamise, naar de haaien. haaien om in het water ijsberg. te blijven. Ja, dat <laughs> klopt. Ja. Ja. Ja, ja, dat is precies wat, uh, wat er uh, gebeurt. En dat is wat we ook heel veel horen. Ik denk dat iedereen dat ook herkent. Heel veel mensen die op de werkvloer echt in contact zijn met die klant, die weten gewoon, nee, maar dit onderdeeltje of dit stukje... leuk dat dat heel groot nu op een poster op mijn raam wordt geplaatst in de retail. Maar dat ga ik nooit herhalen, want dat heeft dit als consequentie. Ja. En um, die ervaren dus ook, die zeggen dus ook wel soms letterlijk... wanneer hebben zij voor het laatst met een klant gepraat, joh? Doe ja. even normaal, man. Ja. He? Leuke ideeën komen daar van boven. Maar als ze... Niet in staat zijn om een systeem te maken waardoor ik binnen drie minuten een probleem kan oplossen voor een klant. En ik moet iedere klant een kwartier laten wachten. En ze gaan dat niet eens oplossen. Leuk initiatief. Ja, leuk ook die kerstborrel. Ga nou eens voorkomen dat al die klanten tegen me klagen. Joh, en dat, dat, ja, vuile. En die kloof, dat ja. is er een die heel veel bedrijven zich mogen aantrekken. Ja, ja dus fenomenen die je dan terugziet in organisaties. Uh, is inderdaad dat de mensen op de werkgroep bijvoorbeeld geen idee hebben wat bedoelen ze nou aan de top? Of ja. uh, precies wat jij beschrijft, komen ze weer met iets. Het slaat nergens op. Ja. Um, nou, dat leidt bijvoorbeeld weer tot uh, veel lagere medewerkersbetrokkenheid. Waar, de, waar het MT zich dan over verbaast. Hé, hey, onze ENPS is aan het dalen. Hoe kan dat nou? Ja. Het heet niet van iets iceberg of ignorance. Ja. Ze weten het niet. Ja. Um, uh, wat volgens mij ook het doodzonde is, is. Mensen in de operatie hebben dus vaak heel veel kennis en hele goede ideeën. Ja. hoe dingen heel praktisch gezien gewoon beter kunnen. Ja, dat benut je dus helemaal niet. Je maakt helemaal geen gebruik van, de, van het vernuft en de ervaring en de kennis vanuit en de, de 86 operatie. 86 miljard hersencellen die ieder van jouw medewerkers hebben. Ja. ja. Je ziet hem ook heel veel terug uh, bij verschillen tussen hoofdkantoor en operatie. Filialen, ja. Uh, Filialen, ja. hoe je het ja. maar noemt. Um, ik weet zelfs van een, um, een traineetraject waar... Uh, alle trainees, zowel op het hoofdkantoor als in de filialen, werken gedurende de verschillende jaren dat hun traineeship loopt, om hen maar dat te laten overbruggen. En die hebben dan ook af en toe zoiets van: Swap your job, uh, kom op, kom met me mee, ga nou eens kijken, lieve hoofdkantoorcollega's, wat jullie allemaal aan het bedenken zijn voor die filialen. Want het kan gewoon niet. Kijk maar eens even mee. En die krijgen die mensen dan bijna niet mee. Nee. Ja. Wat ik daar een prachtige uitzondering in vind, is rituals. Iedereen uh, uh, op het uh, kantoor, hoofdkantoor in Rituals gaat ja. rondom de kerst. Daar waar zij dan. Ja, uh, platgelopen gelopen druk, worden, super ja. druk hebben. Ja. Iedereen is, nou, het is natuurlijk ook een prachtig product. Ja. Ik heb geen aandelen. Maar um, <laughs> daar, daar, dat wil je met kerst hebben. Je wil die, 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 die rituals in je lijf ja. en je wil lekker voor jezelf zorgen. Dat is echt precies de tijd ervoor. Dus iedereen op het hoofdkantoor moet daarheen. En de legende gaat ook dat als jij niet gaat, dat je dat moet afmelden aan de grote directeur zelf, met echt een goede reden. Dus uh, hier is het schema. Je gaat naar een van deze winkels en je gaat gewoon kaart helpen. Want als wij niet weten, als wij niet bij die klant zijn. en onze collega's bijstaan in de winkel in de drukste tijd. wat zijn we dan aan het doen? Ja. Uh, dus dat is wel een mooi tegenvoorbeeld. Ja, maar goed. ik denk dat er meer organisaties zijn waarbij het hoofdkantoor. geen idee heeft hoe nee, het in het echt gaat. Nee, echt ignorant. Ja. ja. Nou, dit, dit speelt dus in elke organisatie. Dus dit zou nu ook een management podcast kunnen zijn. Ja. of een organisatieontwikkeling. Het is natuurlijk een podcast voor LD'ers. Ja. LND'ers hebben natuurlijk als doel altijd om de organisatie te helpen ontwikkelen, te helpen leren, te groeien. En om ervoor te zorgen dat je inderdaad het, de, de, de kennis, het potentieel van de hele organisatie benut. Ja. Dat, dat iedereen de organisatie vooruit helpt. Wat zeg je dat toch weer mooi, JP. <laughs> Dankjewel. Um, dus, dus als LND'er, ook al ben je geen consultant, nee. um, is dit volgens mij super goed om te weten. Omdat je hiermee je MT. Misschien wel een soort wakker kan schudden. En je kunt plannen maken, leertrajecten, leerinterventies organiseren of helpen organiseren. Um, ja, je kunt het niet voorkomen, de nee. ijsberg of Ignorance. Maar je kunt het wel, um, je kunt het eigenlijk wat meer naar de oppervlakte halen. Zodat, ja. zodat die Ignorance kleiner wordt. Ja, trek die ijsberg een beetje uit het water, zodat iedereen elkaars issues kan zien. Ja. En ik denk dat je als L&D'er deels wel consultant bent. Ik denk dat je ja. deels ja. Uh, trainer, facilitator, uh, je bent deels ook een beetje onderzoeker, je bent dingen aan het losmaken. Dus deze moet gewoon op de agenda, want uh, je kunt natuurlijk de getallen gebruiken. Yo, waarschijnlijk weten jullie 4% van de shizzle ja. die er op de werkvloer gebeurt. Ja. Ja. Zou je zou eens met een lijstje met problemen kunnen aankomen ja. en kijken of ze ervan weten. Ja. Gewoon een testje afnemen. Ja. ja. Heel goed. Ja, dus zo komen we bij uh, de zeven tips, zeven adviezen die we hebben uh, voor L&D'ers in organisaties of gewoon in het algemeen voor de organisatie, hoe je deze percentages kunt verhogen. Ja, ik moet het goed zeggen. Ja. Zodat je, Zodat <laughs> dat je meer problemen weet. Precies. Ja. Je moet ze wel willen weten. Ja. <laughs> dus dit zijn wel acties die tijd kosten, waarvan heel veel directieleden, ik hoor ze nu al in mijn oor zeggen, ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. En daaronder zit soms bij sommigen, niet bij iedereen, de laag. Ja, daar ben ik iets te belangrijk voor. Ja. 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 Um, um, ik, en ik denk ook dat wij ook allemaal wel weten dat soms een ministerie een wet doorvoert of iets, iets, een besluit op een bepaalde manier uitvoert. Waardoor je ook echt ziet. Jij snapt helemaal niet wat er gebeurt. Nee. Hoe veelheid keren dat we het hebben over hoe gaat het met de handen aan het bed, in plaats van alle administratie die je moet doen. Dat zijn ook typisch deze voorbeelden. Ja. Dus nummer één, uh, de allerbelangrijkste uh, regelmatig mensen die in de top zitten in de frontline days neerzetten. Yes. Dus je hebt een dag en jij gaat gewoon echt meehelpen. Dus niet je gaat met een lekker busje met koffie en en koekjes en dan word je verwelkomd en dan krijg je een rondleiding. Nee, jij trekt dezelfde kleding aan als jouw collega en gaat meehelpen met whatever het is. En als het heel moeilijk is en je kunt dat niet, dan krijg je dus een soort onboarding dag waar je gaat leren hoe het werkt. Dus je gaat aan de fiets meesleutelen. Je gaat klanten ontvangen, je gaat dozen sorteren, je gaat post rondbrengen, je gaat datgene echt doen in dezelfde kleding, dezelfde omstandigheden als jouw collega's, om daar te horen, te leren en ook te ervaren wat doen zij de hele dag en wat gebeurt hier nou toch allemaal? Ja, ja want alleen maar zo kom je achter die hele op het Oog, misschien kleine dingen die voor mensen in operatie heel belangrijk zijn. Uh, de, 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 de kleppen van de fietstas sluiten niet goed. Uh, het, het busje is te groot voor, voor de straten waar je doorheen ja. moet. Uh, de, de lopende band loopt te snel. Of de opstelling is niet goed genoeg waardoor ik ja. last krijg van mijn rug. Of whatever. Ja, ja die, die ga je echt ja. er, die ga je aan den lijve ervaren. En nou ja, heel vaak als wij dit, dit initiëren tijdens een traject dat wij begeleiden, dan hoor je echt. Hoe lang speelt dit ja, al? Ja. Wat? Nooit geweten. Ja. Maar, en, en ook soms wel het verwijt dan: waarom is dit nooit eerder gezegd? En dan zie je inderdaad de mensen van de vloer die dit al honderd jaar weten, zie je echt met hun ogen rollen ja. van: nou, Mop, hè? je was echt niet echt geïnteresseerd. Nee. Ja. Nummer twee. Ja, nummer twee. Nummer twee is een, uh, een e-mailadres dat je aanmaakt dat direct in de uh, uh, inbox komt van de directiesecretaris of secretaresse. Waarbij die heet gewoon probleem.onsbedrijf.nl. Waar mensen direct issues kunnen insturen. Die dus geagendeerd worden op de agenda van het hoogste bestuur. Uh, dus dit is een, een bypass van wat ook iedereen mag insturen. En uiteraard moet je er wel bij afspreken als je instuurt krijg je sowieso een bedankje en niet ja hoe durf je dit te doen dit moet via de normale kanalen nee. gewoon ik agendeer nu dit issue wist je dat vier van onze bussen dit probleem hebben zouden jullie hier naar kunnen kijken en dan komt het op de agenda van het hoogste Beslissingsorgaan. Ja, eigenlijk net als het burgerinitiatief in de politiek. Dan kun je als burger kun je zeggen, dit moet op de agenda van de Tweede Kamer komen. Dan moet er over vergaderd worden. Ja. Dus die invloed heb je dan. Ja, en en dan is één mail van één persoon dus genoeg. Ja. En er mag nooit op gestraft worden, alleen op beloond. Die Juist. moet er wel bij. Want anders gaat er dan één iemand van die directieleden, eentje en een laagje naar beneden bellen. Hey. Hoe kan het dat dit erop staat? Dit hoort onder mij. Ja, dat weet ik niet. Ik zoek het uit. Ja, het was onder die teamleader. Wie was het? Ja, ja. Pak hem erbij. Nee, dat mag dus natuurlijk niet. Je wilt hiermee echt uh, ja, uh, uh, verbindend werken in plaats van bestraffend. Anders krijg je een nieuw fenomeen, de cascade van punishment. Yes. Dat is dus niet de bedoeling. Oeh, ja. de cascade van punishment veroorzaakt de iceberg of ignorance. Oh. <laughs> zo, zo creëren we. We gaan naar tip nummer drie. Um, Townhall meetings. Ja. Het, er zijn zoveel organisaties die het niet doen. En het is echt zo dom. Je zet een stoel neer in het cafetaria. En je laat mensen gewoon praten tegen. Je zet drie microfoons neer als je er veel hebt. Maar jij staat daar, gaat daar zitten en je gaat niet weg. En iedereen mag met jou praten en mag dingen tegen jou zeggen. Dat is zo'n belangrijk fenomeen. Ja. Ook hier geldt dan wel weer niet straffen. Want anders krijg je weer niks te horen. Dus zelfs al denk je als directielid. Sorry, maar hier heb ik helemaal niks mee. Dit is veel te klein voor me. Je, je moet kotsen van het probleem. Nog steeds ga je bedanken. Ja. En je gaat zorgen dat je het leven van degene die de klacht indient... of het probleem aandient, ietsjes verbetert. Je, je kunt het ook doen door gewoon simpelweg bij het koffiezetapparaat te staan... en de koffie uit te delen en te vragen... wat kan ik doen om jouw leven te beter te maken? Wat kan ik doen om jouw werkzaamheden vlotter te laten verlopen? Wat zijn dingen waarvan jij denkt, dat weet jij volgens mij niet, vertel die dingen alsjeblieft aan mij. Goed, we hebben er drie gehad, we hebben er nog vier. En deze uh, nummer vier ook, vind ik denk zelf ook een hele lekkere om te organiseren rondom leertrajecten. Welke is dat, Shana? Dat is de two-way mentoring. Dat je een senior leader met een junior leader of een werkvloermedewerker koppelt en dat ze elkaar gaan mentoren. Dus niet... Zo, so, kom jij maar eens even hier. Ja. Jij weet eigenlijk van niks. Wie ben je eigenlijk? Maar hey, uh, kom jij eens meekijken naar hoe ik in een directievergadering opereer. Wat daar allemaal gebeurt, dat vertel ik aan jou, zodat jij dat ook weer aan jouw vrienden kunt vertellen. Maar ook, ik loop met jou mee. Wat gebeurt hier nu de hele dag? En probeer dat dan ook. Het mag uit je eigen divisie of, of koker, mag het. Maar probeer dat ook crossfunctioneel te doen. Dat je ook echt Mee gaat rijden op een busje met de, jouw mentoree, die jou dan op dat moment aan het mentoren is. Dus two-way mentoring is super interessant. Juist. En zo komen we bij nummer vijf. We gaan een squad oprichten. Ja, een problem-solving squad. Daar heb ik uh, bij twee organisaties echt geweldige resultaten mee gezien. Daar gaan mensen uit verschillende afdelingen in die uh, slim zijn en, en dingen kunnen. En die gaan rondlopen en die gaan door de organisatie één dag per maand, of een middag per maand, of elke vrijdagochtend een uurtje. En die gaan afdelingen af, af en die gaan op zoek naar wat speelt hier, wat wij nog niet weten, waar wij iets aan willen doen. En dat kunnen zij gewoon agenderen en zij hebben een date met. De directie of het MT. En daarin mogen zij agenderen. welke dingen het MT als eerste moet oppakken. Dus daar mogen zij ook prioriteiten aan geven. Dus een soort probleem. opsnuiver, probleemdetectives. Ja. die mogen agenderen bij het MT. Hebben ze dan ook een uniform aan een speciaal pak. Ik zie dat zo vol. Nou, ja, ik, dat ik weet dat voornaus altijd geeksquad had. Ja. Dus ik zie wel een soort ja, badge. Ik zou wel een badge willen als ik Minimaal dat had. Minimaal een badge. En, en misschien een vergrootglas. Ja. <laughs> ja, ja om, dat je ook om, gewoon om in te zoomen op de ja, problemen. <laughs> ja. Ja. We hebben nog twee adviezen. We gaan naar de ene laatste nummer zes. Uh, ga nou eens gewoon lunchen in de kantine en zeg: zorg dat mensen bij je komen zitten en in plaats van dat jij gaat vertellen over mooie dingen. Uh, want mensen gaan jou altijd vragen stellen, want ze zijn altijd geïnteresseerd in wat jij als directielid ja. aan het doen bent. Ga nou zeggen: Jongens, ik wil al jullie problemen horen. Leg een papier en een pen neer. Doe het niet in je telefoon, want dan denken ze echt dat je zit te appen. En ga het opschrijven. En kom dan ook terug op de vloer zelf met de oplossing voor het probleem. De uh, mooiste die ik daar ooit uh, in heb meegemaakt is dat een uh, directielid had geluncht. Uh, met binnen Amazon en uh, met iemand, en die kwam inderdaad een week later, gewoon in dat pak in de warehouse. Kwam die nog 200 kilometer verderop? Want ze hadden die mensen uitgenodigd voor lunch. Kwam die zeggen: Ik heb het opgelost. Nou, uh, hoe, yeah. hoe wat doet dat met je moraal? Want yeah. het, 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 is, het is zo simpel om dit te, te doen. Yeah. Doe het gewoon, dus ga lunchen met je mensen of uh, hou open office hours. Maar doe iets waardoor mensen waardoor je onder de mensen bent als het al niet meewerken is. En zo komen we bij advies, dan wel tip nummer 7. Uh, shadowing. Um, ga nou eens uh, medewerkers schaduwen. Dus anders dan tip 1, waarbij je zelf in het uniform kruipt en meewerkt, uh, ben je nu uh, iemand aan het schaduwen. Dus je bent aan het meekijken over diens schouder om te leren. Dus als er iemand in het callcenter zit, zit jij erachter en jij hebt een koptelefoontje op en jij luistert mee. Wat gebeurt hier nu de hele dag? Ja. Dat wil zeggen, je gaat het niet zelf doen. Uh, waardoor je het ervaart, maar je gaat wel zien wat jouw medewerker ervaart. en zien wat die klant ervaart. Dus het schaduwen van een ander. als je denkt van nou echt meewerken gaat mij nog iets te ver. <laughs> dan is dat schaduwen ook echt al heel lekker. Want je ziet gewoon wat iemand de hele dag doet. Ik weet dat hierdoor um, uh, in een groot warehouse. Um, iets veranderd is aan de pauzes. Want mensen moesten uh, een heel eind lopen om uh, hun lunch te kunnen ah, ja. doen. Dus ze, ze hadden nog iets van. 14 minuten over de lunch. En die directeur die meeliep, die dacht echt. Hé, ik geef ze een half uur pauze ja. en ze kunnen maar 14 minuten zitten. Dit kan niet. Dus die heeft dat laten verplaatsen. Een kleine ingreep. Maar denk eens even in wat het met het moraal en de blijheid doet van de mensen. Uh, en ook wat het doet. Iedere keer dat ze dus op en neer lopen naar die lunchplek, waardoor ze maar 14 minuten kunnen zitten in plaats van hun half uur. Hoe, hoeveel haat er ja. op dat moment uitstralen? Je hebt heel veel tijd om na te denken over, over die haat. <laughs> je voeten doen nog pijnder. Ja. Ja, pijnder. Nou ja, goed, ja. maakt niet uit. Ja. ja en um, volgens mij uit heel veel onderzoeken blijkt ook dat een diepe wens van medewerkers richting het management, dus dan gaat dat wat minder een leiderschapsperspectief, maar management is: los mijn problemen nou op. Ja. Tackle die onhandigheden nou ja, gewoon. jij krijgt meer betaald dan ik. Jij ja. hebt de corner office, jij hebt de grotere auto. Jij hebt allemaal privileges. Maar dat is zodat ik mijn werk goed kan ja. doen. En dat jij dus mijn shizzle moet oplossen. Doe het nou toch eens gewoon. Ja. Ja. In plaats van je spreadsheet. <laughs> maar ja, als je ze niet weet, de problemen, kun je ze ook niet oplossen. De wetmatigheid is dus hoe hoger je aan de top komt door en de wetenschap achter uh, wat macht met je brein doet, maar ook doordat dat in organisaties helaas zo gebeurt. Hoe hoger je aan de top zit, hoe minder je weet van de problemen die op de werkvloer zijn. Dat fenomeen is er. Dat kun je niet per se voorkomen. Je kunt dat wel heel erg verhelpen met deze zeven adviezen. En ik denk dat wij als L&Ders LN daar echt een voortrekkersrol in moeten ja, hebben. Als, als jij in een organisatie zit en je hebt het hier niet over. Dan ben je eigenlijk het LND-vak niet waardig. Dit is nee. iets wat geagendeerd moet worden. Het is wel moeilijk om te agenderen, want in de directie, kijk, directieleden en MT-leden werken vaak meer uren dan de rest. Die werken harder voor hun gevoel. Uh, en die denken, ik hou me met zoveel bezig. Als er dan een probleem is, laat ze dan ook even heel hard piepen. Want uh, zij doen maar dit. Dus het, is, het is lastig om dit gesprek aan te gaan. Maar daarom kan zo'n ijsbergplaatje. Kan je misschien helpen om te zeggen. Volgens mij weten we echt best wel veel niet. Zullen we eens een proefje doen? Ja. Een proeftuintje. Een experimentje met zo'n uh, detective squad die problemen gaat doen. Zullen we eens één keer gewoon. We zetten gewoon een week een, een mailadres open. Zullen we eens kijken wat er gebeurt. Uh, probeer, probeer dit soort initiatieven te doen. Want. Het leven van iedereen wordt leuker, want de directieleden lossen echte problemen op. In plaats van dat ze alleen maar in de verte staren. En uh, het werk op de werkvloer uh, wordt 300 keer makkelijker. Uh, en dan krijg je dus ook weer inderdaad het effect wat je al eerder omschreef. Als je dan een initiatief lanceert, dan denkt iedereen ook oké, okay, hup, schouders ja. eronder. Lekker meedoen. Heel goed. En zo eindigen we deze podcast over de Iceberg of Ignorance vertaal je dat eigenlijk? De ijsberg van ontwetendheid. Dat vind ik zo'n vriendelijk woord, ontwetendheid. Want dan kan ik er niks aan doen. Ja. ja. Ik noem het eens, klinkt toch een beetje meer van, uh, ik wil het ook niet weten. Ik heb gewoon, ik doe gewoon mijn vingers in mijn oren. Ja, misschien zelfs een, een kleine associatie met onkunde, maar hmm. Hmm, hmm, ja. Oké. Okay. Nou, ja, dus voorkom de iceberg, nee, de iceberg of ignorance kun je niet voorkomen. Nee. Voorkom in ieder geval wel de cascade van punishment. <laughs> ja. Want anders ga je dit sowieso niet oplossen. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Doeg, doeg. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op onze socials.